finale brug met ongelijke liggers. We hebben 8 meisjes in deze finale die geplaatst hebben gisteren tijdens de landenwedstrijd. Formido 8 landenwedtoernooi hier in Groningen. Eerste finaliste komt uit Australië, Stefanie Moorhouse. Had zich als 6e geplaatst met een score van 9.20, 9.200. Hebben in de turnsport is de maximale score 10 punten. Reuzendraaien, combinatie naar de lage ligger, dat moet. Je moet 2 combinaties maken, van de lage naar de hoge ligger en van de hoge naar de lage ligger. Dat is een samenstellingseis. Doe je dat niet, krijg je per keer dat je dat niet doet 2 tiende punten aftrek. Er zijn bij de brug met ongelijke liggers 6 speciale eisen. Goede afsprong, wel een klein nastapje. 1 tiende punt aftrek geeft dat, maar toch een goede opening van Stefaan Moorhouse. Australië dat gisteren heel verrassend in die landenwedstrijd de 2e plaats pakte achter heersend Olympisch kampioen Roemenië en voor Nederland. 2 tiende punt meer dan Nederland. Ja, maar de verschillen tussen bijvoorbeeld op Australië, Nederland, Frankrijk, Spanje is buitengewoon gering. Het hangt gewoon van de vorm van de dag af. En dat zal dus ook een heksenketel gaan worden over 3 maanden bij het wereldkampioenschap in Anaheim in de Verenigde Staten. Waar 12 landen geplaatst kunnen worden voor de Olympische Spelen van Athene. En Nederland wil daar gewoon bij zijn en kan daar ook bij zijn. Het talent, de werklust en de kwaliteit is aanwezig. Hier die fantastisch grote bewegingen van de Australiërs. Kijk, dubbel salto afsprong. De afsprong moet van D-kwaliteit zijn. Alle bewegingstechnieken zijn ingedeeld. A is het makkelijkste en dan B, C, D, E en super E. Maar de afsprong moet tenminste van D-kwaliteit zijn. Als dat niet zo is, krijg je 2 tiende punten aftrek. Dat is dus een van die 6 speciale eisen die vastgesteld zijn in de code de poids. Oftewel de waarderingsvoorschriften. 9.9 is de uitgangswaarde, SV. En ze scoort 9.225.